Goed, kom eens. Zit ik er niet eens filmen, joh. Eens kijken dan. Dit is Sjoerd. En Sjoerd die heeft het de afgelopen maanden niet heel erg makkelijk gehad. Toch Sjoerd? Sjoerd is een Spaanse waterhond, geboren in België. En iets meer dan een jaar geleden, ze hebben hem daar opgenomen. Ik heb zijn eerste poep op beeld staan. Sjoerd was al snel blij met ons. En wij met hem. Diezelfde zomer gingen we zelfs met z'n allen op vakantie. Sjoerd, Valerie en ik. Op roadtrip door Schotland. Sjoerdje achterin in de bek. Alles leek goed te gaan. Maar het was dus helemaal niet goed. Kijk, Sjoerd's heupen die stonden niet helemaal goed. Ze noemden het ook wel heupdysplasie. Dit betekent dat Sjoerd heel veel pijn had in zijn heupen. Tijdens het lopen, tijdens het springen en tijdens het spelen. En dat hij door de pijn waarschijnlijk niet eens super oud zou kunnen worden. En dit kon alleen tegen worden gegaan met een operatie. Vandaag is nog een goede dag, want onze lieve hondje Sjoerd wordt morgen geopereerd. Niet één, maar twee operaties. En man, wat waren die operaties heftig. Niet zo'n fijn beeld, maar dit is hoe Sjoerdje er nu bij ligt. Helemaal kaal, met een grote wond. Nu ziet het er niet zo lekker uit en niet zo leuk. En Sjoerd heeft veel pijn. Maar we hopen over 6 weken en helemaal over 12 weken dat hij dan helemaal pijnvrij is. En dat het hem voor de rest van zijn leven heeft geholpen. Het is niet altijd makkelijk, hè? Hé, Sjoerd. Het was dan ook echt geen fijn jaar voor onze Sjoerd. Maar gelukkig is deze jongen weer helemaal beter verklaard. Alleen dit hebben we dus nog niet echt gevierd. Daarom wil ik hem vandaag de beste dag van zijn leven geven. Eentje die hij nooit meer vergeet. Gaat hem jou, de doodjes. Een dag die hij verdient. Goedemorgen. Vandaag is de dag dat we Sjoerd gaan verrassen. Ik wil u even meenemen in een ochtend met Sjoerd. En ik weet namelijk al precies wat hij gaat doen. Let op. Dit is hoe het normaal altijd gaat. Wanneer ik binnenkom wordt Sjoerd heel erg enthousiast. Ik open de bench waar hij 's nachts in slaapt en Sjoerd rent naar de dichtstbijzijnde knuffel. Hij pakt zijn knuffel en sprint ermee naar de bank. En daar wacht hij enthousiast op mij om zijn knuffel te laten zien. En nu eens kijken of ik het goed heb voorspeld. Goedemorgen. Hey. Oh, wat heb je daar? Wat heb je daar? Mooi. En welke knuffel heb je, Sjoerd? Welke heb je dan? Welke heb je? Op de Hooglander. Ah, de Schotse Hooglander. Een bekende uit Sjoerds collectie. Deze heeft hij opgepikt tijdens zijn vakantie in, je raadt het al, Schotland. Dus. De Hooglander is echt een van zijn favoriete knuffels. En ook daar hebben we een verrassing voor vandaag. Maar eerst even beginnen met een normale ochtendroutine. Dus Sjoerd, ga je mee? En dan begint het leukste van de ochtend. Mijn sokken aantrekken. Het enige waar Sjoerd nog meer fan van is dan van zijn knuffels, dat is van sokken. Sjoerd is een echte sokkofiel. Als hij maar een sok ziet, dan wil hij hem eigenlijk gewoon meenemen naar zijn man. Zelfs als je hem probeert aan te trekken. Sjoerd, los. Sjoerd en ik kennen elkaar langer dan vandaag. Toch Sjoerd? Kom. Nee, hè, Sjoerd, maar los. Wat Sjoerd dus nog niet weet, is dat we vandaag voor hem weer naar de trimsalon gaan. Zijn haren worden weer even lekker geknipt, dan worden we helemaal gewassen. Dus ik denk dat het een aangename verrassing voor hem gaat zijn, want zijn haren zijn nu wel weer heel erg lang. Zit je lekker? Sjoerd, ben je klaar voor de verrassing? We zijn nu dus bij de trimsalon waar Sjoerd eerst geschoren zal worden en daarna wassen. Lijkt in ieder geval alsof hij er zin in heeft. Ja, nou. Sjoerd vindt nieuwe mensen altijd een beetje spannend. Maar kort daarna lijkt hij alles prima te vinden. Ik denk dat hij al lang blij is als hij straks zijn lange haar weer een beetje kwijt is. Nou, ze maken Sjoerd nog even helemaal mooi en dan straks mag hij weer mee naar huis. Maar ik twijfel een beetje of hij het nou wel echt leuk vindt. Vooral wanneer ik wegga, merk ik aan Sjoerd dat hij dat eigenlijk helemaal niet zo relaxed vindt. Hij zou het liefst gewoon bij ons blijven, maar soms gaat dat gewoon een beetje lastig. En na een uurtje was het tijd om onze Sjoerd weer op te halen. En is hij extra blij dat we er weer zijn. Hey, daar is hij weer. Ben je weer mooi? Goed, hè? En na zo'n ochtend kan zijn middagslaapje op de beste dag van zijn leven natuurlijk niet ontbreken. Na het slapen is het tijd voor Sjoerd zijn tweede verrassing. Herinneren jullie je nog wat ik vanochtend over Sjoerd vertelde? Sjoerd is een echte sokkofiel. Hij pakt dus altijd onze sokken. Daarom heb ik speciaal voor vandaag een heel leuk cadeautje voor hem. Ik heb namelijk sokken besteld met Sjoerd zijn gezicht erop. En dat worden Sjoerd zijn eigen sokken. En blijft hij hopelijk van onze sokken af. Dus we gaan kijken wat Sjoerd ervan vindt. Sjoerd, kijk eens. Kom eens. Kijk eens. Wat zijn dit? De sokken zijn in ieder geval goedgekeurd als cadeautje. Moet je kijken. Heb je een sok? Zo. Rudy.
Hier is Sjoerd in ieder geval heel blij mee. Dit is een top cadeau. En ik heb nog wel een leuk dingetje voor jullie. Degene die de meeste hartjes comment onder deze video maakt kans op zijn eigen Sjoerd sok. Dus reageren. En snel. Ben je blij? Ja, ja. Het is tijd voor Sjoerd zijn volgende verrassing. We gaan namelijk naar een echte hondenspeeltuin. En dat is, zoals de naam al zegt, een speeltuin speciaal voor honden. Ja! En deze. Er zijn maar heel weinig van dit soort hondenspeeltuinen in Nederland. En wij hebben er toevallig eentje dicht bij ons huis. Dus Valerie, Sjoerd en ik gaan op pad, want er wacht hier een speciale verrassing op ons. Er is er één. Kijk, je weet natuurlijk nooit helemaal zeker wat een hond precies denkt. Want honden kunnen natuurlijk niet praten. Maar daarom vind ik het dus extra moeilijk om in te schatten of Sjoerd nu wel of niet de beste dag van zijn leven heeft. Zijn staart kwispelt, dus ik denk dat het goed gaat. Sjoerd zal het toch wel leuk vinden, want hij houdt van rennen, spelen en hiken. Vorig jaar in Schotland kon hij zijn pret niet op in de bergen. Hij vond het fantastisch om hele dagen met onze pad te zijn. Daarom denk ik ook dat een middag in een hondenspeeltuin perfect past bij Sjoerds beste dag ooit. Los. Er waren heuvels om op te klimmen. Tunnels om doorheen te rennen. Echt een hele leuke plek voor honden. Het lijkt erop dat Sjoerd het echt onwijs naar zijn zin heeft. Hij wil constant dat we met hem meerennen. En mee dan. Dit vindt Sjoerd in ieder geval heel leuk. Als ik Sjoerd nu zo zie, dan maakt het me echt heel blij. Als ik terugdenk aan die zware tijd met al die operaties, dan weet ik gewoon dat hij nu voor altijd zonder pijn kan lopen. Het heeft lang geduurd voordat Sjoerd weer helemaal de oude was. Maar ik merk aan alles dat hij zich hier echt op zijn plek voelt. En dat maakt mij een gelukkig mens. Door naar de laatste verrassing. En dit lijkt me een goed moment om nog even snel te abonneren. Oké, het is tijd voor Sjoerd's laatste verrassing. Herinneren jullie nog de knuffel die ik aan het begin liet zien? De Schotse Hooglanden. Sjoerd zijn favoriete knuffel. En nu gaan wij hier in dit natuurgebied op zoek naar die knuffel, maar dan in het echt. Om de vraag te beantwoorden, is de Hooglanden alleen zijn favoriete knuffel? Of ook zijn nieuwe favoriete dier? En dus gaan we op zoek naar de grote rode beesten, die dus niet alleen in Schotland leven. En we kwamen er al snel een aantal op het spoor. Kijk, daar in de verte. Daar zie je er al een paar. Sjoerd, ben je klaar om erheen te gaan? Dat is nou wel. Oeh, daar zit hij ze. Rustig. Oei, Sjoerd vond het toch net iets spannender dan dat we hadden gedacht. Dat ze net zo leuk vinden als een speelgoed. Ik had wel mee spelen. Maar na even te zijn geschrokken durfde Sjoerd wel iets dichterbij te komen. Het is typisch Sjoerd. Hij wil heel graag spelen, maar durft het eigenlijk niet. Misschien is dit toch niet helemaal de verrassing waarop Sjoerd had gehoopt. Ik begin zelfs een beetje te twijfelen of ik Sjoerd wel echt de beste dag ooit heb bezorgd. Nou, misschien is het beter als we gewoon naar huis gaan. Het voelt een beetje gek deze dag. Ik wilde Sjoerd de beste dag van zijn leven geven. Bij de trimsalon wilde hij eigenlijk niet alleen achtergelaten worden. En de Hooglanders zijn alleen leuk als ze klein zijn en makkelijk om op te kauwen. Ik vraag me eigenlijk echt af, is dit nou wel Sjoerd zijn beste dag van zijn leven? Is dit nu de dag die hij verdient? Langzaam druipen we af naar huis. Een klein beetje teleurgesteld in de dag die de beste dag ooit had moeten worden. Maar wanneer we thuiskomen en Sjoerd weer super enthousiast naar boven rent, realiseer ik me ineens iets. Sjoerd maak je niet per se blij met een nieuwe knipbeurt. Vooral niet als dat betekent dat wij hem alleen laten. Sjoerd maak je niet blij met een nieuw speeltje. Als hij er niet samen met ons mee kan spelen. Sjoerd is niet blij in een hondenspeeltuin. Als wij er niet zijn. En Sjoerd durft alles. Maar hij durft niet alles alleen. Sjoerd wordt er oprecht blij van om dicht bij ons te zijn. En dat maakt zijn leven al perfect. Elke dag is voor hem een avontuur. En daar heeft hij geen verrassingen voor nodig. Hij kan er wel niet praten, maar we voelen dat het goed zit. Ik heb hem de beste dag ooit gegeven. En daar gaan we nog wel even mee door. Vanaf nu krijg je gewoon elke dag de beste dag van je leven. Heb je ook niet?